gaan ervan uit dat we genoeg hebben. Ja. Het is altijd gokken omdat we ook gratis weggeven. Het is altijd gokken van kopen ze het wel of kopen ze het niet. De laatste klusjes worden geklaard, want het is een belangrijke dag in de geschiedenis van Waarland. Vanaf vandaag hoeven de Waarlanders niet meer in de auto om in Oud-Karspel of Lange Dijk kilometers verderop boodschappen te gaan doen. Ik ben de eerste klant. Ja. Ja. Kon u zelf niet meer beheersen? Nee, dat wou ik, want ik ben een slechte slaper, dus ik denk, ik ga op tijd ga ik hierheen. Het heeft 13 jaar geduurd. En we zijn heel blij dat we weer een supermarkt hebben. Want een supermarkt is voor de leefbaarheid van het dorp natuurlijk van levensbelang. Waarland dreigde langzaam in slaap te sukkelen. Maar met de nieuwe supermarkt krijgt het hele dorpsleven nieuw elan. Er is altijd het verhaal geweest, er moet eerst een supermarkt komen en dan pas de woningen. Nou, dat zien we hier. De supermarkt is er en de woningbouw moet nog starten. Maar gelukkig gaat dat heel goed. Er staat op het bord al, 50% is er al verkocht van dit plan Molenhoef. En dat is inmiddels al meer. Dus het trekt allemaal aan. Ja, echt. We konden niet wachten. Het was nog zoveel dagen. Weken, nog zoveel dagen. Nou, en eindelijk, ik denk, ik stap de auto in, want ik moet ook ergens anders heen. Ik ga gelijk hier naartoe en dan doorrijden. Maar een hoop mensen die natuurlijk vlakbij wonen en slechte been zijn, is het ideaal dat we dit weer hebben. Ja, ik denk dat we er heel trots op moeten zijn. Is dat maar gelukt? Ja hoor, ik heb alles wat ik heb wou. Zelfs een extra knetterbroodje voor mijn zwager. Nou, wat wil je nog meer?